We geven tegenwoordig overal ratings aan. Of het nu gaat om een Spotify-playlist of een restaurant. Maar heb je er ooit aan gedacht om je leerproces te raten? Oftewel evalueren, zoals dat in het Nederlands heet. Door te evalueren krijg je inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. Wat helpt jou bij het leren? Hiervoor is het nodig dat jij in kaart brengt hoe je het leren aanpakt. Op die manier ontdek je waar jouw kracht ligt en wat je nog lastig vindt. Voldoet je resultaat aan de eisen die er gesteld worden? Het gaat erom dat je je doelen bereikt. Door regelmatig te evalueren krijg je veel meer controle over je eigen leerproces en blijf je gemotiveerd. Evalueren kan je helpen om andere vaardigheden zoals plannen, samenwerken of omgaan met tegenslagen nog verder te ontwikkelen of om betere prestaties te behalen. Maar hoe kun je deze vaardigheid oefenen? Begin met het bijhouden van wat er goed en minder goed gaat tijdens het leren. Zie het als een open en eerlijk gesprek met jezelf. Bespreek je bevindingen dan ook eens met een docent of een klasgenoot en maak een actieplan voor de volgende keer dat je gaat leren. Wil jij ook leren evalueren? Klik hier.